Samen. Ja, voor jullie samen. Even een cadeautje. Mam, wil jij het echt vast een hart? Oké. Okay. Oh, je wil ook even tegen de cadeautjes. Ja. Kom maar. Hey. Oh, dat betekent allemaal hartjes. Zo, dat zijn jullie dan. Leuk hoor. Leuk eentje. Ja, wat leuk. Ja, hè? Dit is het pad. Naar binnen toe. We zagen de ballonnen al. Ja. Loop maar. We zijn het laatste half uur echt bezig. Lekker. Hoi. Hoi. Vanuit dieren naar het wel toe Nicole, hallo. Hoi, meneer Rick. Oh, nog bloemetjes voor je. Nou, super lief. Ja, tuurlijk.
En natuurlijk de ballonnen en een lief kaartje. Ja. Alsjeblieft. Die gaan wij ze morgen weer wegbrengen, Fennet, dat is niet een wachtje. Ja. Gaan we naar Gravenstein. Oh, waar ligt dat dan? Ja. Goedemiddag allemaal. Ik ben Gio en gisteren hadden wij het hakje gekregen en Luca en Brent te krijgen. Van uit Hoogvliet, Route West. En vandaag gaan wij het hakje verder brengen, want we gaan naar Lexmond. En wie woont daar? Christina. En hoe gaan we erheen? Met de auto. Met de auto. Nou, zodra wij van start gaan, laten we weer wat van ons horen. Estafette mee om verbinding te maken tussen ziek en gezond en tussen mensen jong en oud die in beweging komen vandaag in Lexmond en Vianen. Ik ben heel blij dat zij hier zich zo enthousiast voor inzetten. Maar eerst krijgen we zometeen de ontmoeting met Guillaume en zijn ouders. Zij zijn momenteel onderweg en ik ben erg benieuwd naar hun verhaal. Wat Guillaume nu nog niet weet, maar wij wel, is dat hij straks mee mag met een oude brandweerwagen met Chris, Sam en Douwe van Lexmond ontmoeten doet. Dan mag hij wat schillen van mij meenemen en de beesten bij mijn broer gaan voeren. Daarna komen ze terug en hebben we hier nog een momentje met elkaar. En daarna komt de brandweerwagen dus ook weer bij mij en gaan een aantal kinderen uit het dorp mee naar Vianen met een groep fietsers erachteraan. En in Vianen bij de Grote Kerk sluiten nog weer meer deelnemers aan, jongeren en wat oudere mensen. En zij gaan over de Voorstraat naar het pontje. En een deel van die groep die vaart over de Lek en gaat naar Matthias van 13 in Nieuwegein. En Matthias zal verrast worden door Chris, Sam en Douwe met een rondritje in een hele snelle Audi. Oh, wow. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Stop. Ja. Nou, net als jij. Hey, ik hoor alles bij elkaar. Wat doe je nou? Laat je alles vallen? Wat is dat? Van? Wauw. Ga je die opzetten? Laat zien nog. Dan heb je twee dingen. En dan met het kaartje. Zullen we dat even afknippen zo? Ja. Ja. Je hebt gelijk hoor. Oh, hij past. Wauw, die is mooi. Ik kwam eens uit iets, want jij zakt eruit. Oeps. Gaan we die dan even om de andere arm doen? Hoe doen we dat? Ga jij dat even zo die bloemen lichten? Deze arm. Eens even kijken. Dat ziet er mooi uit, jongen. Zo. Prachtig, dankjewel. Heel goed gedaan. Ik ook.
Dit is wel lekker hoor. Deze is juist aan de andere plek maar weg. Helemaal vlak voor, dan kan ik het zien. Ja, oh, dat vind ik wel lekker hoor. Goed zo. Dan is hij nu voor jou even. Heel goed. Vertel eens, waar gaan wij hem heen brengen? Waar komt hij nu daarna? Weet jij dat? Nee. Nee, dat weet mama wel, denk ik. Dat is mama. Dus mama weet het vast. Uit Lexmond, hè? Ja, hij komt uit Lexmond. En Vianen, maar waar gaat hij nu heen? Hij gaat nu naar Tricht. Ja. Ik heb dik.